Ja, jullie zijn niet de enigen die verrast waren toen ik vertelde dat ik een verandering zou maken van gym. Ik kreeg als een van de eerste een telefoontje van Lionel. Dat is een vriend van mij en een jongen die heel erg zijn best doet om gezond te zijn, veel te trainen, veel te bewegen. En ja, hij zei van je gaat weg. Hoe zit het nu met de trainingen dan, weet je? Hij was eigenlijk heel teleurgesteld. Ik zei, maak je niet druk, want bij de nieuwe gym kunnen we nog steeds onze trainingen doen. En ja, eigenlijk is het dus de eerste keer voor hem dat hij meegaat naar de gym. Ook de eerste keer voor jullie. Dus we gaan hem ophalen. Yo, grappie. Kijk eens wie we mee hebben genomen. Camera. Vandaag, hier woont Lionel dus, de Werf. Ik ben hier tegenover opgegroeid, dus ik ken veel bewoners van de Werf. En ik heb een band opgebouwd met sommige bewoners. En ja, met Lionel hou ik eigenlijk het meeste contact. En we trainen samen. En we bellen elkaar heel vaak, hè? Ja. Hoe vaak? Vaak genoeg. Vaak genoeg. En dan, ja, dan geven we elkaar even wat tips en zo, toch, over voeding. Ja. En dan houden we elkaar scherp. Hij gaat verhuizen. En dat is allemaal een beetje gedoe, hè? Toch? En je was nu even een week in Centerparks. Ja. Dat was wel relaxed, veel gezwommen, toch? Ja. En ja, als die verhuizing rond is, dan kan hij weer even wat rust gaan pakken. Maar nu gaan we eerst even alles eruit slaan, toch? Gaan knallen, ja? Goed. Let's go. Ik heb net een pak slaag gekregen van mijn grote vriend Lionel. En nee, we hebben net getraind. Ik heb jullie de gym laten zien. Ik heb Lionel de gym laten zien. De mensen thuis heb ik laten zien waar mijn overstap naartoe is gegaan. En ja, we hebben plezier gemaakt vandaag. Nou ja, we kennen Yusri al een tijdje. Want, vroeger hebben we getraind samen, dus Pancration en FSC hebben we vroeger samen gewerkt. Wij waren van FSC en Yusri van Pancration, dus daar hebben we Yusri leren kennen. Mee getraind, gespaard en als hij moest vechten, ja, dan waren we wel vaak bezig met voorbereiding met hem. Ja. En dan is hij naar een andere gym gegaan en het contact had hij heel sterk met Leandro. Dus die vriendschap was er nog. En ja, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan dat het niet meer echt zo lekker ging en hij was een beetje zoekende. Is toen even hier gekomen en ja, het zat goed. Dus zo is het eigenlijk een beetje gaan lopen. Nou, ik en Mike konden niet echt meer aan elkaars verwachtingen voldoen. En ben ik samengekomen uiteindelijk met Leandro en Robert. En ja, de chemie is er altijd al geweest. De jaren dat ik niet met hun heb getraind, hebben we altijd contact gehad. En ja, we hebben dezelfde visie op het gebied van het levensstijl en het leven. En ook dezelfde visie op het gebied van vechten. En hoe je naar een wedstrijd toe moet leven en dat soort dingen. Dus ja, dat is belangrijk voor mij. Het was wel van, oh, Yusri van Glory, damn, weet je wel. Je voelt wel een klein beetje een druk, snap je wat ik bedoel? Maar voor ons is het ook gewoon een uitdaging. Ja, het is voor ons sowieso een uitdaging. Uh-huh. Dus we waren wel blij ermee. We dachten, we gaan gewoon werken. Word je, al uit, je komt van eigenlijk een sportschool, maak je hem echt internationaal wereldniveau. Je gaat eigenlijk naar FC Belmen, wat niemand nog echt kent. Dus ogen zijn echt gericht van, hey, Yusri, wat doe je? Weet je wel? Is dat wel de juiste keuze? Dus ik denk dat ik misschien wel, als de datum nadert, misschien de zenuwen gaat voelen. Maar ik denk wel dat hij daar goed mee kan opgaan. En als hij gewoon goed luistert, komt alles goed. Ja. En zelfvertrouwen is het belangrijkste. Als je de ring in gaat en je gaat er twijfelen, kan je beter zeggen dat ik niet vecht. Kijk, out! Yes, yes! Winnaar! Winnaar! Ja, ja. Goed gedaan. Goed gedaan. Heel goed. Heel goed. Goed gedaan, man.
meer Veronica Fight zien? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.